Goedenavond allemaal. Hallo. Ik heb ooit een keer een film van Urbanus gezien waar hij in de kroeg staat en dan zegt hij, loopt hij naar binnen en dan zegt hij, hallo, ik ben Urbanus. Wie zijn jullie? En dan roepen al die mensen tegelijkertijd roepen ze hun naam. Vond ik wel grappig, maar ik ga het niet herhalen. Leuk dat jullie hier zijn en een eer dat ik ben uitgenodigd om een verhaal hier te vertellen. En een waarschuwing vooraf, meteen al meteen, ik vertel hele serieuze verhalen over plezier. Dus degene die lachyoga verwacht of andere stuiptrekkingen straks of wat dan ook, je kan nu nog weg. Heel belangrijk. Ik heb het namelijk echt heel serieus opgevat. Dus, en het verhaal dat zal eigenlijk, wat mij betreft, is het heel interactief. Want het is een lang verhaal, maar het kan ook heel kort zijn. Dus ga gewoon kijken wat er gebeurt. Dus als jullie op een gegeven moment het idee hebben van ja, ik wil heel graag iets zeggen of ik wil iets weten, ik wil iets vragen, doe het gewoon. Het is eigenlijk geen programma vandaag. En wat ik eigenlijk doe, is ik vertel een beetje over mijn leven. Mijn leven tot nu toe en de beslissingen die ik daarin heb genomen. En vervolgens wat er aan de hand van die beslissingen, wat er vervolgens eigenlijk allemaal is gebeurd. Want het is best heel maf eigenlijk. Dat is niet iets wat je zomaar even zo in drie kan bedenken. Dit is wel heel spannend. Het lampje brandt niet. Dat wordt hier al een hele interactieve sessie. Wordt het handbediening? Het wordt handbediening gewoon. Zo sneu eigenlijk. Ja. Als het voor je echt helpt. Hey, doet hij het? Oh, wacht even, we moeten ze wel uit elkaar halen. Ja, je moet wel de goede bij de goede houden. De lammen even hier. Hé, hey, wat super. Precies dezelfde. Ja, nou, het lijkt er wel op. Ja, het lijkt wel. Het is een rustig voor de batterijen. Even kijken wat er gebeurt. Ondertussen hebben jullie dit kunnen lezen, hè? Ja, yes. Weet je wat er staat? Ja. Ja, sommige mensen denken dat Twitter gefrituurd is, maar dan... Ik dacht Twitter. Twitter, ja. Dat zou wel leuk zijn voor hier, inderdaad. Het zou ook wel echt zijn. Het zou een hele goede zijn. Nou, dit is eigenlijk een beetje wat een steeds belangrijkere rol in mijn leven is gaan spelen. Omdat ik zie dit ook overal omheen. En ik heb zoiets, hier moeten we volgens mij een beetje van af. We moeten af van dat ingewikkelde gedoe. Ingewikkeld, daar zijn we eigenlijk niet voor gemaakt. We hebben het wel heel ingewikkeld gemaakt, daar zijn we dan wel weer heel goed in. Maar om mensen in beweging te krijgen, wordt het van steeds belangrijker om mensen mee te kunnen krijgen. Nou. En dit is eigenlijk een beetje het thema van mijn verhaal. Het is ook een beetje het thema van mijn leven geworden. Ik heb die keuze op een gegeven moment gemaakt. Waar zal ik te beginnen? Ik ga het niet te lang maken, anders wordt het zo Higgins. Maar ik had ooit een normale baan. Ik heb een tijd in de communicatiewereld gewerkt. PR, marketingadvies en dat soort dingen. Allemaal leuk. Eigen bureautje. Toen op een gegeven moment werd ik gevraagd of ik de baas wilde worden van een klein promotiebedrijfje. En dat is in 10 jaar tijd is dat best heel groot geworden. Dat was hartstikke leuk. De buitenwereld zag er ook allemaal geweldig uit. Ik ging als een raket omhoog en ik ging 4 keer per jaar op vakantie en ik had een grote auto. Nou, alles wat je verwacht bij, wat je stereotyp verwacht bij een succesvol mens. Dat was leuk. Dat was allemaal vrolijkheid. Tegelijkertijd gebeurde er in die periode ook iets. Toen ik net die baan had, het was echt keihard werken, want het draaide bij ons gewoon 7 dagen per week door. Toen kregen wij ook een kind. Dat was ook heel erg leuk, 3 weken. En toen, na 3 weken, was het kind opeens bijna dood. Nou, toen begon eigenlijk een beetje een soort van rollercoaster waar je dan in terecht komt. Want we hebben 3 jaar lang in het ziekenhuis gewoond met onze zoon Daan, die er gelukkig nog steeds is. Hij is ondertussen 16 en hij is mij bijna de baas, denkt hij. Maar goed, dat was best lastig te combineren. Niet alleen zeg maar praktisch gezien, maar ook in je hoofd en in je energie. Dus ik merkte dat op een gegeven moment dat gaat ten koste van je werkenergie. En heel lang heb ik het idee gehad, als ik nou leuk werk heb, dan kan ik die energie die ik daaruit haal, die kan ik in het gezin stoppen. En in de zorg voor mijn gezin. Want ik ben een zorgzaam mens. Daar kan ik niks aan doen, dat is mij helemaal zo. En toen Daan na 3 jaar tijd, 3 jaar zeg maar ziekenhuis, enigszins stabiel raakte, toen werd Patrice, de moeder van Daan, mijn vrouw, die werd ziek. En die deed vervolgens nog iets beter, want die kon zelfs 7 jaar in het ziekenhuis wonen. Dus in die 10 jaar tijd dat ik bij het bedrijf, daar komt de clue, bij het bedrijf heb gezeten, heb ik ook heel veel in het ziekenhuis gewoond. En er zijn zelfs overlappingen geweest dat de een in Utrecht lag en de ander in Amsterdam. En ook Patrice die is op een gegeven moment, die heeft ook op het randje gelegen. Dus, en wat ik deed was alleen maar snellere auto's kopen, zodat ik in de lunchpauze
op en neer naar Utrecht kon vanuit Amsterdam. En dan reed ik gewoon 230, dat vond ik heel normaal. Maar goed, toen kwam er op een gegeven moment wel een dag dat ik bij mezelf dacht van ja, gut, wat heb ik überhaupt nog wel wat te zeggen over mijn eigen leven? Want ik was alleen maar voor mijn gezin aan het zorgen, alleen maar aan het zorgen voor de mensen op mijn werk. En ondertussen hadden we 250 mensen in dienst, hadden we van één bedrijf hadden we de 7 gemaakt in binnen- en buitenland. Het ging allemaal heel goed. En 30 miljoen omzet, allemaal helemaal heel interessant. Maar tegelijkertijd was het gewoon helemaal niks. Dus ik heb mezelf bedacht, dit is niet waar ik het voor doe. Dus ooit een keer de baas van Coca-Cola, die heeft ooit een keer, ik weet het verhaal niet helemaal precies, maar die heeft een keer een speech gehouden en heeft gezegd, in je leven heb je, het is eigenlijk een beetje een soort goochelheek, met 4 of 5 ballen. En als stel dat er 5 zijn, dan zijn er 4 van glas en 1 is van rubber. Glas, gezondheid, geluk, gezin, nog iets, even vergeten, misschien zo'n lekker broodje van die buiten. En die rubberbal is werk. Is er maar 1 die je kan laten vallen en die komt altijd weer terug. Dus ik heb mijn baan opgezegd en ik heb mijn aandelen verkocht en ik heb mezelf beloofd. Ik ga vanaf nu alleen nog maar dingen doen die heel erg bij me passen. Waar ik zelf echt alles in kan gooien wat ik heb, dat er ook weer uitkomt. Zonder dat ik daar zeg maar beslissingen hoef te nemen over voor wie ik er wel of niet ben. Ik wil er voorover zijn voor mezelf, want als ik er ben voor mezelf, dan kan ik er ook weer voor anderen zijn. En dat was op dat moment gewoon helemaal weg. Dus dat heb ik bedacht. Ik moet nog heel even terug trouwens. Toen dacht ik van nou, ik ben een creatief mens. Ik heb allemaal ideeën. Dus ik had me losgemaakt van dat bedrijf. Ik had in no time had ik 20 ideeën. Opgeschreven dingen. En het ging van een fietstrend tot een begrafenisconcept. Tot een kinderbadje, een product voor Apple. Weet ik wat allemaal. En ik ging als een raket. Niks hield me tegen. Ik had een idee voor Apple. Binnen een week zat ik op het Europese hoofdkantoor in Londen. En zat ik te presenteren en wilde ze het hebben. En dacht ik bij mezelf, dat gaat makkelijk. Vervolgens liep ik door Milaan, zag ik een fiets. Liggen die, denk hey, die fiets neem ik mee naar Nederland, fiets laten maken, ga ik op de Nederlandse markt brengen. Nou, uiteindelijk ligt het allemaal weer gewoon in de vrieskist. Er zijn heel veel mensen die het willen, alleen ik ben geen uitvoerder. Maar wat merkte ik? Ik kwam bij allerlei organisaties binnen en naarmate er meer werden, die organisaties en meer mensen die ik daar sprak en tegenkwam, kwam ik eigenlijk iets tegen en dat wordt eigenlijk een beetje gesymboliseerd in het filmpje. Kennen jullie het? Ja. Wie kent het niet? Good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello! There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now! Would somebody please do something? Help! Help! I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's nothing else left to do. So. Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. That's more like it. He says he can fix it. I'd like to. Dit was eigenlijk een beetje wat ik tegenkwam bij al die mensen. We praten nu over 2009. Waarin we het onszelf al zo ongelooflijk ingewikkeld hebben gemaakt, dat we voor iedereen wel iets geregeld hebben, zodat de een de ander opvangt. Maar ja, als dat niet gebeurt, ja wat dan? Nou, en we merken, de tijden zijn aan het veranderen. We zijn heel goed in om andere mensen schuld te geven van dat bepaalde dingen niet meer goed gaan. We vinden het moeilijk om te wennen aan nieuwe situaties. Dus wie zet de eerste stap? Nou, eigenlijk niemand. Dus dat is een roltrapje. En daarbij is nog iets anders. En dat is dat we de afgelopen jaren zo goed zijn geworden in het vastleggen van allerlei dingen. In het leggen van bepalingen en processen en procedures en protocollen. En ik doe nu heel veel dingen met ziekenhuizen, zorginstellingen en overheden. Waar dat natuurlijk heel erg prettig hoekert. Dat mensen zich daar ook totaal in zijn kwijtgeraakt. Die zijn helemaal verstrikt geraakt aan allerlei dingen. En durven ook helemaal niks meer te doen. Want als je iets wil doen, dan moet je eerst 6 formuliertjes invullen. En dan 4 mensen toestemming vragen. En als je pech hebt, dan zeggen ze ja,
wacht nog maar even. Sterker nog, als je geluk hebt, dan moet je wel heel veel geluk hebben. Dat is wat er ondertussen aan de gang is. Nou, en ik denk dat dit is ook geen keuze. Je kan geen kant op. He, dus dat is gewoon een duidelijk verhaal. Toen zat ik op een gegeven moment s'avonds in de auto en dacht ik bij me, stel nou dat je niet meer kan kiezen in je leven eigenlijk. Je kan niet meer kiezen. Je kan niet meer kiezen in je werk. Je kan niet bepalen of je iets wel of niet doet. Of dat je iets op een andere manier doet. Of weet ik veel wat. Of met iemand. Of... Nou, dan word je net zo klootzak als ik. Dat dacht ik. Want ik werd op een gegeven moment ongelooflijk hufter. Ik werd thuis heel vervelend. Ik ging snauwen tegen mensen. Mijn familie die kreeg lastig met me. En ja, het was gewoon niet leuk. Ik dacht echt, dat gaat niet goed met die mensen. En dat was ook al zo. En ik heb mezelf voorgenomen om dat te voorkomen, om op de een of andere manier iets te doen, zodat het niet verder gaat, ook niet zeg maar in de maatschappij, want dat zou ik heel vreemd vinden. Bovendien is dat het begin van het einde. Want als er allerlei mensen in organisaties rondlopen die het helemaal niet meer zien zitten, dan is dat een enorme energiedrain die ze meenemen naar huis en die komt de volgende dag, komt die dubbel dwars nog een keer harder terug op al die plekken waar het gewoon moet gebeuren nu. Kan niet anders. Dus toen heb ik gedacht, oké, nou weet je, wat is nou het meest belachelijke idee dat je kan bedenken? En dan lijkt het net alsof ik dit verzonnen heb, maar het is een cadeautje, dat heb ik gekregen op de A15 tussen. Ik zie recht op Gorkum, ik ben niet voor stilgestaan, maar in één keer dacht ik, iedereen heeft dat plezier. Stel nou dat we dat gaan proberen te realiseren. Wat gebeurt er dan? Wat kunnen we dan in beweging krijgen met elkaar? Kan het? Nee, het bestaat natuurlijk niet. Iedereen kan niet elke dag plezier hebben. Maar daar begint het al. We zijn automatisch er enorm op ingesteld om overal hebben achter te zetten. Maar als we er nou eens doen achter zetten, wat gebeurt er dan? Nou, dat heb ik geweten. Ik kreeg niet nog een kind, maar dit is voor mij iets wat heel erg symboliseert dat plezier, wat is nou de waarde van plezier? Nou, plezier, daar worden we allemaal mee geboren, dat zie je. Je bent onbevangen, en je bent onbelemmerd, en je bent alles en zo. En dit verbindt als een dolle, want is er een baby in de kamer, dan staan al die mensen zitten. Hè, als je dat vaker hebt, lopen ze misschien wat vaker weg, of wat verder weg. Maar de eerste keer, het is altijd verbinding. Het is onbevangenheid. Het is gewoon dingen doen. Waarom? Omdat je het gaat ontdekken, omdat je bent niet bewust van gevaar. Dus je gaat het onderzoeken. Er is ook nog eens een andere vent geweest, dat is deze man. Hij heet... Pythagoras. En die heeft 2500 jaar geleden al gezegd, plezier vermenigvuldig je door het te delen. En dat is heel interessant voor Hollanders, want je hoeft er eigenlijk helemaal niks voor te doen. Je hoeft niks te kopen, je hoeft niks te investeren of wat dan ook, je hoeft er geen geld in te stoppen of wat. Het is niet gevaarlijk, want je hebt het allemaal bij. Er zit namelijk in die baby. Ja, dat hebben we altijd bij ons. Het enige gewicht die we kunnen hebben in ons leven, is dat we het afgeleerd krijgen. Kan niet, mag niet, hoort niet, doet niet. Wie heeft de kinderen? Best wel een paar mensen. Weet je, we maken ons eigenlijk allemaal stiekem wel een beetje schuldig aan van doe nou maar niet. En laat de kinderen lekker gaan. Ik doe het ook hoor, overigens. Ik ben geen haar beter dan wie dan ook. Maar daarmee haal je het er eigenlijk al een beetje uit. Maar ik denk dat we het weer kunnen terugvinden bij elkaar. We kunnen het wakker maken. Nou, en als we dat vervolgens met elkaar gaan vermenigvuldigen, dan wordt het een feest. Nou, wat ik heb gedaan is... Ik kwam thuis uit die auto en ik dacht, volgens mij heb ik het helemaal bedacht. En het is te simpel en ik word waarschijnlijk uitgelachen. En dat was ook zo. Ik heb s'avonds nog een websiteje gemaakt met een heel kort verhaaltje. En als we nou wat meer gaan focussen op het plezier van de ander, wat beter voor de ander gaan zorgen, wat gaat dat dan veranderen aan de wereld? Zou het mogelijk zijn dat er dan iets gebeurt? Ik kan geen websites bouwen, ik heb dat geprobeerd s'nachts. De volgende ochtend stond hij over dwars in beeld, dat is iets heel raars mee gebeurd. Maar er hadden wel 4 mensen gereageerd. Oké, dat is bemoedigend. Dat is leuk. Dus, ik ben helemaal geen digiwonder of zo. Ik had toevallig net wel een profieltje op LinkedIn, dus ik heb een LinkedIn groepje aangemaakt. Ik zag dat het ook kon. Daar heb ik echt precies dat knippen plakken dat verhaaltje ingezet. Dat staat tot op de dag van vandaag. Nou, er zijn gewoon hele rare dingen gebeurd. Want die LinkedIn groep was binnen 2 maanden was het allergrootste LinkedIn groep van Nederland. En het is het nog steeds. Het is de allergrootste Nederlandstalige LinkedIn groep ter wereld. Er is er nog eentje groter, maar die is internationaal. Maar het bijzondere is dat dit... Als je het even in statistieken zet, is dit de grootste LinkedIn-groep ter wereld. Als je kijkt naar het bereik binnen zijn eigen taalgebied. Er zitten 80.000 mensen in. Die hebben allemaal gezegd, hey, rings a bell, doet iets, weet ik veel, wil ik bijhoren, actief, passief, maakt niet uit wat, maar dit wil ik bij me hebben. En op dat hele verhaal is voor mij een totaal nieuw leven ontstaan. Ik werd opeens gevraagd of ik een college wilde geven op Nijrode. Wat? Waarover? Ja, over plezier. Kan toch? Geen idee. Doodsbang. Ik heb me 4 dagen verstopt in de kelder. Ik vond het niet leuk, maar ik heb het wel gedaan.
En de gek is dat het steeds verder en verder en verder. Het is heel bizar wat er allemaal gebeurde. Dit gaan we even overslaan, een dingetje. Doe je niet. Want dit is volgens mij waar het dan een beetje om gaat. Ik bedoel, we leven in een tijd die natuurlijk hartstikke ingewikkeld is, maar we kunnen er ook al wat van proberen te maken. Maar dan gaat het niet meer om anders kijken. Nee, wat heel veel mensen zeggen, anders kijken en dan gewoon doen. Maar volgens mij gaat het om kijken überhaupt, zelf kijken weer. Ben je zelf nog in staat om te beoordelen waar je mee te maken hebt en met wie je te maken hebt en wat je daarvan vindt en hoe dat past bij datgene wat je zelf eigenlijk het allerliefste zou willen? Ben je in staat om je eigen ideale wereld te creëren? Dat is een beetje de vraag. Ja. Even een vraag. Ik zit zelf met het idee van, hebben we het allemaal over hetzelfde soort plezier? Of is dat voor jou helemaal niet belangrijk? Nee, die komt. Oh. Ja, je loopt vooruit. Je hebt dicht gespied. Nee. Dus dit is voor mij iets, weet je, en gewoon doen en samenwerken. Kijk, zie je, hij komt hierna zelfs. Ja. Ik voel dat. Ja, je hebt hem in de gaten, je hebt het door. Nee, het gaat om deze dingen voor mij. En dan kan je de klemtoon nog op elk woord letten, op elk verschillend woord leggen. Dus je kan het hebben over gewoon doen, maar je kan het ook hebben over gewoon doen. Zijn we ook een beetje uit het oog verloren. Dus dit zijn allemaal in potentie dingen waarvan ik ben me dat steeds meer bewust geworden. Ik zat vroeger heel erg in oordelen en dat soort dingen. En ik vond meteen iets al helemaal niks. Of ik vond iemand van vervelend of wat dan ook. En dan ontsloeg ik hem gewoon. Dat heb ik echt gedaan. Ik heb me nooit afgevraagd of ik het niet verkeerd had ingeschat. Dat ik iemand op die plek had neergezet. Dat kan ook niet, weet je wel. Dus dat is heel bizar al. En samenwerken is volgens mij heel erg belangrijk. Terwijl we juist alles doen, heb ik het idee, op sommige vlakken, om dat samenwerken juist in te perken. Door er allerlei regels aan te stellen. Door mensen niet de verantwoordelijkheid, de vrijheid en het initiatief te gunnen. Dat ze ook inderdaad elkaar kunnen opzoeken om kennis met elkaar te delen. Het is geen bijzonder verhaal. En inderdaad, plezier. Ja, dat is voor ieder mens iets anders. Voor mij wat plezier is. Ja. Alleen maar kunnen dromen en die creativiteit achterna gaan. Dat zijn echt al de hele belangrijke dingen bij mij bij plezier worden. Dankjewel. Of twee mensen. Ja. Joy in het Engels. Ja. Maar dat is vooral iets herkennen wat je ongelooflijk leuk en mooi vindt. Dus echt waar je denkt van wauw. Dit is schitterend, dit is beautiful. Kippenvel. Ja, dat geeft mij plezier. Dankjewel. Maar dat is dus, dat heb je dus van tevoren al klaarstaan dat je daar naar zoekt. Dat is niet zomaar opeens ter plaatse bedacht meer. Maar je hebt het al in je heen. Ja, je denkt van dit is gaaf. Hè? Ja. Iemand anders nog? Voor mij is het eerst heel erg doen waar je nu zin in hebt. Dus juist hoe dat naartoe leven, maar juist heel erg in het nu en daar ook echt voor kiezen om dat op dat moment daadwerkelijk gaan doen. Vrij. Ja. Mooi. Ook oprechtheid erbij. Je hebt soms plezier, dan denk je dat je het goed hebt of leuk hebt en dan ga je het eigenlijk daarna afvragen van toch niet helemaal. Dus ik toets ook heel erg op dat ik het ook echt beleef en dat ik het dan ook heel fijn vind. Ja. Voor jezelf of wat anderen ervan vinden? Nee, voor mezelf. Want je kan jezelf ook zeg maar, een verjaardagsfeestje zeggen, oh wat was het toch leuk. En dat je daarna misschien denkt, van eigenlijk vond ik het helemaal niet leuk, maar ik heb een beetje meegedaan. Ik herken wat jullie zeggen en waar ik zelf ongelooflijk veel plezier in heb, is als ik relevant kan zijn voor iemand anders. Als ik iets doe wat voor iemand iets betekent, hoeft niet voor iedereen. En ik heb de laatste, ik doe nu ook lezingen, dat had ik ook nooit kunnen bedenken, maar daar had ik laatst een hele zaal vol met beleidsambtenaren ergens. En er was een, maar ik ga er voor goede moed ga ik dan in. En helemaal niet. Ze hadden ook weer die grap gemaakt van dit is geen lachje oga en dingen en zo. En mensen vonden het ook wel even een beetje lachen. Maar toen op een gegeven moment, toen halfweg het verhaal, ging er een hand omhoog. En toen was er een mevrouw en die zei, wilt u iets vragen? Nee, ze wil wat zeggen. Ik zei, wat wil zeggen? Ze zei, maar ik zit een tijdje aan te luisteren, maar ik vind hem zo verschrikkelijk naïef. En nou weet ik wat ik vroeger zou hebben gedaan.
vroeger zou ik echt denken van, nou, ik ga, zie, ja, je bent ontslagen, maar ja, dat kon niet. De relatie die was er niet, dus ik kon er ook niet op de gang zitten eigenlijk. En, misschien was het wel degene die nog die rekening moest betalen, weet je wel. Ja, wat moest ik doen? Dus, maar vroeger is ook niet nu, dus wat heb ik gedaan? Ik wilde alsjeblieft even gaan staan. En toen merkte ik dat die zaal die werd helemaal stil. Ik dacht, gaat hij nu al vol op de map, gewoon map verkopen? Ik denk, naartoe gelopen, ze niet schrikken. Ik heb vastgepakt 3 zoenen gegeven. Ik zei, dankjewel. Want ik realiseer me op het moment dat het gebeurde. Dit is het allergrootste compliment dat ik kan krijgen. Ik durf naïef te zijn, door uit te spreken waar ik in geloof. En toen heb ik al gezegd, ik geef het terug. Kunnen jullie morgen proberen om, al doe je dat maar 5 minuten, samen even met elkaar naïef te zijn? Want ik ben ervan overtuigd, dat die overtuiging die landde ook op dat moment gewoon bij mezelf. Hoe naïver je bent, al is het maar even, hoe groter de stap vooruit is die je kan zetten. Nou. Begreep je het zelf ook? Nou, ik deed zelf was meer geschrokken, want ze had niet verwacht dat er iets zou gebeuren met de opmerking die ze zou maken. Dus het was echt een zending, maar niet zozeer een dialoog. En dan weet je ook wat ze bedoelde daarmee. Wat is dat dan eigenlijk? Ze bedoelde daarmee dat er een vent staat van, toen was ik nog iets jonger, toen was ik 47. En die staat te vertellen over dat hij plezier zo belangrijk vindt. En dat we daar toch echt meer aandacht aan moeten gaan geven. Dat we ons meer bewust moeten zijn van de kracht van plezier. Alle mogelijkheden die we daarmee hebben. Alles wat we daarmee kunnen ontsluiten. Alles wat we kunnen verbinden. Wat we energie kunnen geven. Wat we... Dat. Kracht. De kracht van plezier. Het gaat over niks anders dan dat. Het is het meest stom verhaal dat je kan bedenken. Maar wat is een betekenis van dat iemand tegen jou zegt van wat ben jij naïef? Dat is iemand die zit in een hele andere wereld. Dat weet ik niet. Nou ja, behalve... Open deuren en ik ben een dromer. Ja. En als je een dromer, weet je, dromer zijn, als je als dromer op dit moment de meeste plekken waar ik kom, dan praat je echt op, ja, gek genoeg op enorme niveau zo meteen. Hoe dat gebeurt weet ik ook niet. Maar ik zat laatst met de directeur van de provincie te praten, hadden we het hierover en toen, een beetje hangend verhaal maar. En toen zei hij, ja meneer, maar als we iets gaan doen met plezier, dan gaan mensen niet meer werken. Dan gaan ze alleen maar lachen. Ja, nee, inderdaad. Dat is ook zo. Ja, weet je, maar zo zit het dus in elkaar. En dan ben je dus naïef. In plaats van dat je inziet dat je, als je plezier faciliteert, mensen in staat stelt ook om hun eigen plezier te faciliteren, dat gaat om de goede aan. Vitaliteit, gezondheid, energie. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Hè? Je wordt, 40% efficiënter. Je gaat 37%, betekent wel wasmiddel reclame, maar zo'n ding op je gezicht. 37% meer verkopen. Je wordt 300 keer zo creatief. Je wordt alles. Ik geloof erin. Het is waar. Hoeveel procent het is, maakt niet uit. Helemaal niet nu. Dus ik ben een enorme voorvechter voor dit. Ik geloof dat nieuw rendement zit in het redden van de mens. Laten we de mensen in de organisaties gaan redden. Laten we dat doen met elkaar. Ik heb ondertussen een hele idiote klant gekregen, die heet Belastingdienst. Dat was ik vandaag, dat is een club van 1800 mensen. En je zult het niet geloven, nou, wat heel bijzonder is, is dat de directeur van die tent, die heeft ons binnengehaald. Ik heb een bestuurskundige meegenomen, ik kan niet tegen overheden, dus ik ga veel te hard door de porseleinkast heen. Dus de bestuurskundige, dat is mijn remblok, zeg maar. Maar hier gaat het over. Durf jij de mensen te ontworstelen, zeg maar, aan alle processen en protocollen die je hebt ingericht? Durf je het ook los te maken van het beleid dat jij hebt bedacht? Mogen ze hun eigen beleid maken op basis van jouw richting? Maar ik heb hun beleid gekeken. Vorige week kreeg ik een stuk te lezen. Ik zeg maar, ik zou het echt niet doen. Ik zou er niet aan beginnen. Ik wil er niet bij horen. Oh, wat nu? Nou ja, probeer eens te vertalen naar de menselijke maat. Dus daar gaat het mij heel erg om. Hier zit gewoon de energie. Nou, dit is al eigenlijk al oud, want er was zo iemand in de zaal als ik keer zei, heeft u zo'n model of zo? Zit er een gedachtegang? Dat had ik natuurlijk niet. Dat is natuurlijk verder nergens op, maar ik had wel stiften. En toen heb ik dus een soort van startaccu bedacht. Dat denk ik als een jongetje. En dat is dan plezier. Nou, als je zorgt dat er plezier is, dan ontstaat er verbinding. Dat zou kunnen. Hè? En die verbinding heb je nodig als je wil komen tot vertrouwen. En het vertrouwen is heel erg belangrijk om tegen mensen te zeggen, weet je, wil je weer betrokken zijn? Dat is een vraag eigenlijk, denk ik, voor heel veel organisaties. Een uitnodiging waar heel veel organisaties mensen hebben weggejaagd eigenlijk. En zeggen, nou, weet je, laat ons maar bedenken, want het is op dit moment wat griezelig. Wij weten dat waarschijnlijk beter.
Maar een uitnodiging. Wil je weer betrokken zijn? Sterker nog, als mensen betrokken zijn, kan je ook vragen, wil je meedoen? Ga je nog steeds een stapje verder. Dus dat is weer terug waar het misschien ooit geweest is, maar waar we wel naartoe kunnen op deze manier. Dus ik zie dit echt als een heel hoopvol iets. Helemaal, als je dan ziet, dan kan je samen ontwikkelen. En wat er aan die andere kant gebeurt, dat gaat eigenlijk allemaal vanzelf. Want iedereen heeft mee kunnen doen. En heeft de trots, de blijheid en de waardering kunnen voelen. En dan werkt het. Zo krijg je dingen aan de gang. Dus dit is een soort van perpetuum mobile dat naar alle kanten toe energie uitstraalt. Had ik bedacht. Ik had het ook van Lego kunnen maken. Er zijn natuurlijk allerlei leuke voorbeelden van. Deze bedrijven kennen jullie misschien allemaal wel. Maar het zijn mensen die dus echt iets hebben gedaan met plezier. Die dat hebben aangedurfd. Hè. De man linksonder is natuurlijk heel bekend. Dat is Richard Branson met zijn nieuwe rugzak. Die is aan het surfen. Maar die heeft dus dat plezier gegeven. Die krijg je vanzelf erbij. Ja, die krijg je bij de plank. Maar die man die heeft dus plezier. Die heeft dus echt één credo. If it isn't fun, why do it? En dat doet hij in alles. Dus hij focust in alles op de mens. Dus in de mobiliteit van de mens, in de financiële vrijheid van de mens, banken, weet ik veel wat allemaal. Alle bedrijven, ook volgens een bepaalde, nou Google hoef je niets over te vertellen, het fenomeen Google Time. 20% van je werktijd hoef je niet op je eigen projecten te werken, maar werk je op iets wat je leuk vindt, mag je zelf kiezen. Nou, dat zit uit die 20% komt 80% van de innovatie terecht. Komt daar tevoorschijn. 80%. Eén dag per week. En de helft is toepasbaar. Nou, krankzinnig. Buurtzorg, ken je ook allemaal wel, hè? De zorginstelling die gewoon zegt, joh, de zorgmedewerker mag zelf bepalen, samen met de cliënt, wat de cliënt nodig heeft. Niet volgens formuliertje 10 en protocolletje B, nee, zelf regelen. Het is de snelste groeiende zorginstelling van Nederland. Er komen gewoon per maand, weet ik veel, 250, 300 mensen bij. Ze hebben nu al, weet ik veel, 5000 mensen in dienst. Ik heb zelf een jaar geleden een tijdje een soort interimachtige bemoeienis uitgevoerd, ook bij een zorginstelling, was net zo groot. Als je kijkt hoe groot de staf van zo'n zorginstelling is in verhouding tot wat de buurtzorg rondloopt, daar hebben ze 80 man op de administratie bij een gewone zorginstelling, 80 mensen op 3.500 medewerkers. En die man van buurtzorg, Jos de Blok, die schaamt zich als hij moet zeggen, ik heb er al 8. Waarom? Het is slim geregeld, het staat dicht bij de mens, mensen snappen het en willen meedoen. Nou, dat is waar het volgens mij gewoon heel erg om gaat. En die andere dingen, en Semco, die kennen we allemaal wel, Ricardo Semler. En kom je een foto maken? Ja. Wat leuk. Okay. Van mij. Ja, dat is plezierig. Wacht. Nee, dat doe ik morgen weer. Nee, en dan heb je ook allerlei meer sociaal-maatschappelijke initiatieven. Kennen jullie deze? Ken je Nudge? Ja, nee, nou, Nudge even dan. Nudge is zoiets, kijk, verduurzamen is een heel hot issue. Is ondertussen een platgetreden pad. En wat moet je dan eigenlijk doen als je gaat verduurzamen of wat dan ook? En is verduurzamen nou iets wat ik wil of is het nou iets wat ik moet? Nou, en Nudge die heeft gedacht, ja nee, dat is gewoon leuk om te doen. Dus die hebben een soort model bedacht, een sociaal model, waar mensen zich allemaal met elkaar kunnen verbinden. En samen leuke, duurzame weetjes aan elkaar kunnen doorspelen. Zoals een van de, ze hebben een kaart van Nederland, kan je stip opzetten, digitaal. En dat wil zeggen, ik wil meedenken over dingen. Nou, de eerste mevrouw geloof ik die een tip indiende, was die mevrouw uit Amsterdam. Die zei, ja, weet je, als ik nou pasta maak, dan doe ik gewoon warm water in een pannetje. En dan doe ik klep erop, gasje aan en dan borrel koken, klep eraf, pasta erin, klep erop, gas uit. Heb je helemaal niet meer nodig. Dus kijken hoeveel gas dat scheelt als we het met z'n allen doen. Leuke weetjes. En dat wordt interessant, want leuke weetjes geven we graag aan elkaar door. Of een serieuze klacht, vind ik ook leuk, maar... Dus de sociale component, maak het leuk en maak het deelbaar, zit hier heel erg in. Nou, dat is in alles wat ze doen. Masterpiece, kent iemand Masterpiece? Nee, hè? Nee, je kent het ook niet. Jij zegt volgens mij wel, maar dat ken je toch niet helemaal. Maar het is niet erg. Maar Masterpiece gaat opzoeken, want daar zit die man achter, die is een van de twee oprichters van Dance for Life. En hij heeft een bevrijdingsconcert, heeft hij ooit een keer bedacht in Nederland. En die vent is, ik heb ongelooflijk veel bewondering. Want deze man is zoiets gaafs aan het doen. Die gaat in 2014, op 21 september, dat is Wereldvredesdag, 21 september. Maar dat weten ook heel weinig mensen. Ik wist het ook niet hoor. Gaat hij een vredesconcert organiseren in Egypte, onder de piramides. Waarin alle strijdende partijen in de wereld, dat zijn er 14 conflictgebieden, die staan met elkaar op een podium. Die gaan muziek maken samen. En denk je, nou dat is grappig. Maar dit man, die heeft dat is zijn droom. Die heeft hij gedeeld. En ondertussen zit hij in ik weet niet hoeveel landen over de hele wereld met teams. Allemaal mensen die graag mee willen doen. Gewoon omdat inclusief de conflicterende partijen. Inclusief de conflicterende partijen. Nou,
dit is zo briljant, het is onvoorstelbaar. Want hij heeft tegen niemand gezegd dat het moet, maar gewoon, hij deelt zijn droom. Hij heeft een hele sterke, ik moet met Henk Jan spreken, en Simon en Wierwak, een hele sterke why. Dus ik heb hier geen zin meer in, ik wil niet meer dat er gevochten wordt. Dus zet al die mensen bij elkaar en laat nou zien wat ze verbindt in plaats van dat je in de schijnwerpen stelt wat het grote verschil is. Tussen en ze mogen ook kalasjnikovs gebruiken voor, in plaats van trommels. Die moeten ze bij het trommeltje achter, bij het poortje achterlaten. Ze moeten wel door zo'n dingetje heen. Nou, dat is wel grappig, want je kan ook naar het concert toe, maar je kan er geen kaartje verkopen. Je kan een kaartje verdienen als jij een vredesinitiatiefje, hoe klein dan ook, in je eigen buurt doet. Kan je allemaal inzenden en dan, nou, weet je, masterpiece.org. Ga je kijken? Ja, zeker. Dankjewel. Heel belangrijk. Ben je zelf ook bij? Wat zeg je? Ben je zelf ook bij? Van Masterpiece? Dat weet ik niet, maar ze hebben wel een... ik heb een certificaat op een gegeven moment voor de grappige keurmerk gelanceerd. Het was een grapje, het was gewoon getekend. En zij hebben er een. Dus het IDP-certificaat voor bedrijven waar echt aandacht is voor plezier. Dit is ook heel bijzonder. Ik kwam op een gegeven moment allemaal rare mensen tegen. Deze man werkt voor de overheid, dienst landelijk gebied, accountmanager plezier. En hij houdt zich bezig met de drie P's, People, Planet, Profit. Ja, en op zijn Engelse kaartje staat CFO, Chief Officer. Heeft hij gewoon door de huisdrukkerij van deze dienst heeft hij laten maken, is goedgekeurd. En ik heb hem geïnterviewd, want ik zag dit en ik begreep het meteen. Ik denk, dat komt dat precies het verhaal uit dat ik wil horen. En iemand zegt, ja, weet je, ik krijg het niet voor elkaar, People, Planet, Profit, als dat plezier geen rol speelt. Want dan willen mensen niet. Vier P's lang. Pleasure. Eigenlijk is de pleasure vind ik, ik heb nog niet de goede vertaling gevonden, Engelse vertaling voor het woord plezier. Het is ook niet echt joy, het is niet fun, het is ook, en pleasure vind ik, ik krijg daar toch een beetje een raar gevoel. Mag ik iets zeggen over het woord plezier? Ik las er net in het programma over plezier. Ja. Ik ben even de titel precies kwijt, maar ik dacht, oh jee, dat wordt weer zo'n vaag verhaal, zeg maar. Ja. Dat kwam echt puur alleen door het woord plezier. Ja. Ik had zoiets van, ik ben een beetje marketingdenker en ik dacht, goh, ik zou zo graag, zeker nu ik je hoor, heb ik zoiets van, oh, ik zou die man zo graag willen vertellen dat het woord plezier, dat hij eens een keer iets anders moet bedenken. Omdat waarschijnlijk heel veel mensen wat afhaken. Tenminste, dat, ik vertel even eigenlijk... Als ze het niet weten, bedoel je, ja, afhaken? Ja, of eerst haak je nu geweest. Af? Haak je nu af? Of nee, was je heel lief, maar ik ben blij dat ik dat ja. Over mijn vooroordeel heb ingezet. Ja. Maar, want je vertelt... in mijn beleving iets over mijn verhaal, ja. Maar dat zou ik nooit het woord plezier geven, want nee. Dan haakt iedereen af als ik dat zou vertellen. En ik heb, weet je, dit is geen marketingverhaal. Ik heb het woord plezier, dat is gewoon omdat het heeft lading, sterker nog, wat ik heb ontdekt en ik heb het een beetje uitgezocht bij de mensen, is dat iedereen elke dag plezier is een why. Dit is de why waarom mensen, die komen erop af. En dan is het inderdaad zaak, en daar heb je helemaal gelijk in, is om dan eigenlijk meteen duidelijk te maken, heel kort, waar het nou precies om draait. Waar het om gaat. En het gaat niet om lachen, het gaat niet om lol. En het kan allemaal onderdeel, het kan allemaal bijdragen aan. Maar het gaat vooral om goed zorgen voor elkaar. Maar dan moet je het uitleggen. En mijn verhaal is eigenlijk, in die zin, daar haak ik op af. Ja. Dus, toch ben je hier. Wat zeg je? Maar toch ben je hier. Ja, omdat ik me echt over het vooroordeel heel heen wil zetten. Zeg maar, joh, Zou genieten, zou dat niet zijn. Ja, maar moet je uiteindelijk een woord hebben wat... Ja, weet je wat het is? Kijk, dat zou ik... Jullie kunnen allemaal je eigen naam bedenken. Ja, ja. Voor mij is... Dat, laat ik het zo maar doen. Ja. Voor mij is dit een soort van... hoe noem je dat? Is een soort mantra geworden. Voor mij is het een ding van... Dit is waar ik het voor doe. Ik wil dat mensen zich goed voelen. Ja, natuurlijk. ik wil dat mensen zich goed voelen. Dat vind ik van belang. Ik wil dat mensen zich veilig en vertrouwd voelen. Ik wil dat ze de dingen kunnen doen die ze graag willen doen. En ik... En ook samen vind ik heel belangrijk. En dat is voor mij is dat plezier, kippenvel. Ik vroeger heel veel bij de kapper gezeten, vond ik ook heerlijk. Net iets te vaak. Weet je wel, maar dat is waar mij gewoon vooral heel erg serieus verhaal eigenlijk. Hè? Ja. Dat is waar het mij om draait. Wat zeg je? Toch hebben we wel plezier hoor. Dat is goed. Ja, ik hoop dat inderdaad iets doet. Nou, dit zijn allemaal vragen waarvan ik dan, als ik dan weer ergens ben, dan probeer ik mensen daarmee onrustig te maken in de zin van, nou, ga het er eens met elkaar over hebben, gaan we nu niet doen. Dit is wat ik wil, eigenlijk een beetje. Ontwikkelen met een streepje ertussen, ik wil het weer eenvoudig maken, ik wil weer terug naar, waar gaat het nou werkelijk om? Wat is nou de zin, wat is die intentie? Gaat het nou over ik of gaat het over wij? Nou, we zijn heel snel geneigd om nu in deze tijd naar ik te schieten, terwijl we juist in de wij zit onze stap vooruit. Het zijn allemaal van die dingen, ik ga ze niet oplezen, maar je ziet. Wat wel leuk is, of tenminste, nou ja, dat is natuurlijk een bottom-up verhaal, maar dat hoor je ook overal eigenlijk ondertussen wel.
is welzijn. Veel mensen hebben het op dit moment lastig omdat er eigenlijk wordt geknabbeld aan welvaart, soms heel hard zelfs. Dingen inleveren, grote auto terug, baan weg, huis weg, weet ik veel wat allemaal. Dat zou ik zelf ook allemaal niet willen, maar het gebeurt, hè. En als je om je heen kijkt, zie je winkeltjes sluiten, dat is welvaart, dat verdwijnt langzaam. Ja, wat kunnen we dan doen? Ik denk dat we nu eerst toe moeten naar een nieuwe vorm van welzijn. En snappen dat die welvaart pas kan komen als welzijn er is en niet andersom. Ik las vandaag nog een hele aardige, weet je wel, van oké, wat is nou winst maken? Nou, wanneer kan je winst maken? Dat kan pas op het moment dat je echt iets relevants doet voor een ander, waardoor die ander bereid is om jou daar extra voor te belonen. Maar dat is een heel ander opzet, een hele andere denkwijze van hoe dat altijd is gegaan. En ook dat is weer plezier, want als ik iets relevants voor jou doe, dan denk je, hé, dat heeft hij voor mij gedaan. Dat is een fijn gevoel. Ja, tenzij ik iets doe wat jij niet leuk vindt natuurlijk, maar ik kan me niet voorstellen. En ik denk af en toe ook een beetje marketing, en dan dacht ik, dan moet ik het uitleggen. En dan zeg ik, serieus. En toen stond ik onder de douche en toen kwam in één keer toevallig, dacht ik, wat is het nou eigenlijk? Kan ik iets, kan ik het vatten in 3 woorden? Het zouden ook 2 kunnen zijn. Maar deze woorden zeggen voor mij echt alles. Hoe doe je dit nou? Iedereen elke dag plezier, hoe kan je eraan werken? Gewoon samen doen. Los van elkaar, doe gewoon. Volg de menselijke maat. Als je iets wil bereiken met andere mensen, zorg ervoor dat ze je snappen. Zorg ervoor dat ze mee willen doen. Dat het past binnen hun eigen belevingswereld. Dus niet in een organisatie die visie van boven naar beneden sodemieteren en zeggen van nou jongens, veel plezier, nou voor 3 weken is het geregeld. Nee, loop met het ding naar beneden. Vertel, dit is wat ik bedacht heb. Snap je dat? Kan je erin vinden? Beter mee eens. Of zou het misschien wel anders moeten doen? Wat kom jij tegen? Ga eens overleggen. En niet de polderen, maar gewoon een beetje overleggen. Maar gewoon roepen mij ook iets op, gewoon hou jezelf maar klein, niet te authentiek, zorg dat je de menigte opgenomen wordt. En het roept mij ook iets op van juist zorg dat je anderen kopieert ofzo, in plaats van authentiek jezelf zijn. Want ik volg juist mensen die echt totaal niet sporen, ik hou helemaal niet van gewone mensen. Nee. Het gaat mij niet zo erg om gewone mensen, maar het gaat mij vooral om, doe gewoon. Doe gewoon wat jij moet doen. Maar als je dat snap je, tegen doe waar je in gelooft. Ja, maar dat is, ik snap hem. Nee, maar ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Ja, maar gewoon is meer van, bij mij roept het op, steek je kom niet boven Maaiveld. Ja. Ga niet jezelf zijn. Ga niet, maar gewoon doen. Ja. Maar ga de modus volgen. Ja, gemiddeld. Gemiddeld, dat is het. Ga gemiddeld zijn. En dan moet ik veranderen. Wil je met me meedenken hoe het anders kan? Maar het niet nu meteen, maar dat wil ik heel graag weten. Denk met me mee, want het is heel belangrijk. Want ik vind dit echt belangrijk. Vooral ook omdat ik die 3 woorden achter elkaar en in allerlei combinaties van links naar rechts, vind ik ze namelijk eigenlijk best wel heel erg wat zeggen. Ja. Gewoon samen, gewoon doen, samen doen. Heel belangrijk, maar ook vooral ook die dingen los. Niet wachten, weet je wel. Ik kan allemaal sorry zeggen. Ja, dat wil zeggen, doe het nu en niet. Doe het nu. Ja. Dat, niet wachten. Dat is weer wat het gewoon in deze context betekent. Dan het gewoon zijn en niet boven het maaiveld uitkomen. Ja, absoluut. Maar gewoon begin. Actie. Ik zie gewoon als plezier hebben, dan moet gewoon zijn. Daar zie je het gewoon voor. Ja, geen extra inspanning. Ja, dat het gewoon heel normaal is. Gedraag je normaal, zeg niet goed. Ik heb dan de hele dag bij die belastingdienst rondgelopen. Daar hebben zij niet de schuld van, maar wat er gebeurt is dat je zo makkelijk het verschil kan maken daar. Is gewoon door daar binnen te lopen en er komt iemand op je af en je zegt, hey, goedemorgen. En ze zegt, weet je wel. Of ik heb van die kleine kartonnen kaartjes, ik weet niet waar ik ze kwijtgemaakt. Oh, ze liggen hieronder. Dat heb ik op een gegeven moment laten maken. Oh nee, ze liggen hieronder. Nou, liggen ze hieronder dan? Ze liggen ergens onder. Hoe dan ook. Staat op, ik geef je plezier. Ja, stomme kan het niet. Maar op een gegeven moment was iemand vraagt. Je hebt hem? Oké. Okay. Nee, andere. Dat zou wel leuk zijn als jij mijn kaartje neemt. Nee, kijk wat het doet. Ja, geweldig. Is dat top? Ja, briljant. Die deel jij uit. Ja, geweldig. Die geeft het door. De eerste deel van het verhaal was ook heel erg gelijkbaar. Kijk maar. Ja, erg leuk. Erg bij de cashier bij de Albert Heijn werkt het ook heel goed. Ja. Ja. Het zijn hele simpele, het zijn hele simpele dingetjes eigenlijk, weet je. Het is niets meer dan dat. Ik heb genoeg effort. Ja. Ik ook hoor.
Nee hoor. nee, maar dit, weet je, dit, volgens mij is dit wel zo'n beetje wat het om gaat. En dit is ook een waarheid. Ja. We leven in een tijd en de een noemt het aandachtseconomie en de ander zegt gewoon van nee, laten we nou eens wat meer op elkaar letten. Ja, dit is, ik ben nu voor een automerk, die hebben mij gevraagd in december om een verhaal te vertellen aan al hun autoverkopers. Dat waren 500 in de zaal. En, het moet in de 600 worden. Maar dat is dan mijn plannetje. Maar de grap was dat het ging dan over een van hun kernwaarden. Zijn kernwaarden is rijplezier. Ik heb ze halen dat rijden dan gewoon af. Want anders gaat het alleen maar over die auto. Maar het gaat volgens mij over degene die in die auto rijdt. Dus plezier. Okay? Dus, en die je voorbij ziet rijden. Dus maak het veld groter. Want je hebt een heel groot probleem. Autoverkoop stort in elkaar. Misschien moet je zelfs ophouden met auto's verkopen. Er zitten 1000 ogen aan te kijken van nou, nog één keer en een schop weer van het podium. Maar de grap is, ik ben nu een dealer aan het trainen om inderdaad iets anders te gaan doen dan auto's te verkopen. Om dienst te gaan verlenen. En om van elke proefrit een feestje te maken. Aandacht geven. Maar dat is lastig, want dat zijn allemaal mensen die dus, daar kom je dus ook achter. Ja, het is niet wij en hun, maar weet je wel, je kent die uitdrukking over het gras, hè? Het groeit niet harder door de harder aan te trekken. Maar ze staan elke dag zo hard aan het gras te trekken daar, dat ze denken dat ze dus 130% van hun tijd moeten auto's verkopen, terwijl ze 30% tijd over hebben. Het is echt, het is bizar gewoon, maar hoe snel je daar dan ook weer slagen in kan maken, is echt geweldig leuk. Dus we pakken het gewoon anders aan. Vind ik leuk om te doen. Kijk naar de mensen. Kijk naar het gevoel. En wie is goed in Frans? Ja. Totdat het huilt. Het is mooi. Nee, die is het. Maar het klinkt wel goed. Beter naar je hart luisteren dan naar je angst. Dat is hem. Beter naar je hart luisteren dan je angst. En ik zou je vertellen, hoeveel tijd heb je nog? 10 minuten. Goed, gaat lekker. Er was een moment toen ik dit aan het doen was, want er gebeurde de eerste tijd echt helemaal niks. Ik ging wel overal praten, mensen wilden het graag weten, maar hoe ik hier nou een rekening voor kon sturen of zo, dat zat ook helemaal niet in mijn systeem. Hoeft ook even niet, laat ik dat er ook bij zeggen. Ik had wel tijd, maar toen op een gegeven moment was ik in Zuid-Frankrijk op vakantie en toen maakte ik een rondvaartje. Het was een stinkvervelend rondvaartje. Het was echt heel vervelend. Een heel klein rotbootje op een stom kanaaltje en met hele vervelende kindertjes op die boot. Echt heel vervelend. Het was echt een hele nare rondvaart. Het was mooi weer, maar en ik had ook al snel in de gaten dat we via dezelfde weg weer terug. Dus ik ging draaien en dan nog een keer. En tegelijkertijd zei mijn lief zei tegen me, toen we daar zo zaten, zei ze, ja, ik durf je eigenlijk niet te vragen, maar dat werk wat je doet, hè, dat wat je doet, waar gaat dat nou precies naartoe? Komt er weer geld binnen een keer? En toen dacht ik mezelf, ja, dat is toch wel heel fijn. Ik heb daarna geen ogen meer dicht gedaan ook, de rest van de vakantie. Maar er gebeurde wel één briljant ding, want nadat ze dat vroeg, ja, soms dan gaan dingen zoals ze gaan. Toen kwamen we onder een viaductje doorvaren en daar stond dit op de muur. Wauw, geen toeval. En er lag ook een flesje Heineken bier onder. Zie je dat? Ja, heel klein. Hier, kijk even hier, te koelen. Hier. Leeg, maar heb ik niet gedaan. Maar dit was voor mij het moment dat ik dacht, oké, dit is gewoon, ik moet door, wat er ook gebeurt, ik moet door. Ik heb geen plan, ik wil het ook niet maken, ik wil ook feitelijk niet focussen op wat dan ook. Ik wil gewoon doen wat ik tegenkom. Nou, en dit is wat er gebeurt. Ik heb nu, kijk nu voor de Belastingdienst, gaat over leuker kunnen we het wel maken. Ik heb gezegd, nou, gaan we maar eens kijken, weet je wel, en dat. En ik werk voor een automerk en ik werk voor een bedrijf dat doet in vliegtuigen. Vliegtuigen? Het is geen luchtvaartmaatschappij, maar nou, weet je, heel bijzonder. Het enige wat ik doe, is ik kan niet heel veel, ik heb niet veel boeken gelezen, ik krijg het niet voor elkaar. Dat vind ik ook niet interessant. Ik ben het gewoon aan het ontdekken. Met mensen samen. Niet voor mezelf, maar samen. En dat is voor mij eigenlijk gewoon alles waar het om draait. Dit is het keurmerkje dat ik op een gegeven moment voor de lol bedacht. En ik nou, als het er dan is, weet je wel. Het is toch wel iets wat eigenlijk, ja, waar bestaat het überhaupt? Iedereen die elke dag plezier. En je hebt kleine ronde stickertjes daarvan. Ja. Ja, die zijn er. En het ding dat je op de deur kan plakken, weet je. Let op, dit bedrijf is IDP goedgekeurd. Pas op staat erbij. Prettig samenwerken, gegarandeerd. En
En het was gewoon een grapje. Dus ik heb dat ook online gezet. En ik ben geen held online, helemaal niet. En ik kan het echt een ontzettende knurft gewoon. Maar binnen een jaar 900 aanvragen. Ja. En ik zat in één keer te praten met de directie van het ministerie van Sociale Zaken. En weet ik van waar allemaal. En zeiden, wat kunnen we daarmee doen? Ik zei, weet ik niet, je kan het aan de muur hangen, daar is het voor gemaakt. Het gaat er vooral om dat mensen binnen jouw organisatie met elkaar de afspraak willen maken dat ze elke dag even bewust bezig zijn met hun eigen en elkaars plezier. Dat is waar het mij om gaat. Keur je ook wel eens iemand af? Nou, ik moet je zeggen dat er eigenlijk heel weinig bedrijven zijn die doordurven. Neem het een serieus verhaal. Ik ben weggelopen bij het ministerie, omdat ze het niet aandurfden om dat ook werkelijk met elkaar te gaan doen. Want het vraagt ook wat. Het is, en zij, goed, niet iemand van het ministerie. Nee. Dat was een beetje. Ja, zei ik, moet je wel consequent zijn. Dus hoe ga je dat dan aanpakken? Wat wil je ervoor doen? Nou, toen begonnen mensen al van ja, maar toen was het heel snel afgelopen. Toen zat ik echt, toen ben ik 3 keer geweest en de 4e keer zat ik na een half uur in de auto. Dus, dit is dan het leven van het reis. Die ken je niet allemaal. Hè? Dat doen we die niet. Nee, welzien. Volzaam. Welzien? Welzien. Okay. Statistiekjes steeds meer langzamerhand, maar vooral, nou ja, dit is voor mij gewoon eigenlijk de vraag. Wat kunnen we nou veranderen door elke dag, en eigenlijk in alles wat we doen, want het geldt niet alleen voor op je werk, het geldt ook hoe ga je met mensen om je heen, hoe doe je in je gezin, dus ook een organisatie. Hoe doe je dat? En hoe bewust ben je bezig? En nogmaals, ik ben misschien wel de slechtste van ons allemaal, maar ik wil wel hiermee aan de slag zijn, elke dag opnieuw. Want ik geloof er echt in, alles wat we kunnen bereiken draait om relaties. Alles wat we in het leven kunnen bereiken, gaat om de kwaliteit van relaties. Je kan zeggen, je kan nog zo slim zijn, je kan nog zo'n briljante dokter zijn, je kan nog zulke een slimme uitvinder zijn, wat dan ook allemaal. Maar als je gewoon een hork bent, en je bent niet in staat om relaties te bouwen, dan kan je misschien 1 keer iets verkopen, je kan 1 keer een dienst verlenen, je kan 1 keer iemand tot je vriend maken, maar je bent alles binnen no time een beetje zo kwijt. En als je wilt bouwen met elkaar, dan is dit het fundament voor mij. In ieder geval. En daar ga ik jullie niet van overtuigen. Dat moeten jullie lekker zelf doen. Maar dit is de vraag die ik jullie eigenlijk mee wil geven. Als je dat, oh dit ben ik. Nee, ik ga geen naam maken, want zo spannend is niet. Wat wil ik graag? Nou, dit is eigenlijk wat ik wil. En dat wil ik ook gaan doen heel specifiek in het onderwijs, in de overheid en in de zorgsector. Want daar is verschrikkelijk veel te doen. Maar ik ben maar alleen. En dat doe ik met mensen samen en iedereen die zich haast toe voelt op de een of andere manier om daar op wat voor manier ook bij betrokken te zijn. Zoek me op, je vindt me wel. Want hoe het moet weet ik ook niet, maar ik ben er wel van overtuigd dat zeg maar de oplossing, het zijn allemaal kleine stukjes en iedereen heeft een klein stukje bij zich. Dus daar kan je gewoon heel veel mee bereiken. Deze kreeg ik vanochtend van iemand die denkt, nee, die neemt het meteen mee.
Wat ook dit is. Weet je dat het werkt? Oh, nee, sorry. Nee, vertel even. Ik was natuurlijk ook van weekend en daar had ik van Maarten Hunning had ik Just Dance. Ja. En dat wilde ik laten zien op een groot scherm. Toen dacht ik, eens kijken hoe makkelijk je mensen meekrijgt. We waren er ongeveer 45 man. De meeste kennen me een beetje, maar niet helemaal. En dan liep ik naar alle groepjes die verspreid zaten in het pand, liep ik naar toe. Kom, het gaat beginnen. Oh, ja. Kom, het gaat beginnen. En wat gaat er beginnen? Het gaat beginnen. Ja. En dan zei ik alleen maar, het gaat beginnen. En dan heb ik tegen iedereen, het gaat beginnen. En iedereen, oh, het gaat beginnen. Ja. Niemand wist wat er ging beginnen, maar iedereen dacht, oh, het gaat beginnen. Geweldig. Het is mee. Dat is briljant. Ja. Geweldig. Iedereen kwam, niemand uitgezonderd. Helemaal goed. Maar het zijn trucjes waarmee je mensen kan verrassen. Wat ik vandaag bij de Belastingdienst heb gedaan, was dat ik heb gezegd, we gaan tussen de middag iets doen. En iedereen is uitgenodigd. Het begint om 3 minuten voor 1. Ja. En het duurt 47 minuten. Ja. Er komen 5 sprekers en je moet keihard werken. Maar het, is echt, maar het gekke is dat er gebeurt iets op een van, ik weet niet wat, maar er gebeurt iets in je geest op het moment dat iemand zegt 3 minuten voor 1. Want dan ben je er op tijd, want anders is de bus misschien weg. Ja. Dus zelfs als jij weet, er gebeurt wat. Dus je gaat prikkelen, je gaat eigenlijk het kind in mensen prikkelen. Je denkt, ik wil dat meemaken. Dus iedereen komt op tijd en staat echt elkaar door die poort heen te duwen. Van laat naar binnen, weet je, anders dan mis ik iets. En de mensen die laatst binnenkomen, die hebben dus inderdaad iets gemist. Dus, dit is een uitnodiging. Geweldig. En, ja. Switch. Wat is er? Ja, dat gaan we niet doen. Er is een switch. We moeten weg, hè? Ja. Ja. Je plezier.